Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 Green Mode. We gaan dan verder in Hongarije, ronde nummer 12 van de kampioens en aflevering 34. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je hier nieuw op dit kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2019 Green Mode? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. We gaan dus vandaag verder in Hongarije, maar eerst wil ik jullie even de beste wensen wensen natuurlijk voor het nieuwe jaar 2020. Een spannend jaar voor ons, voor Formule 1 liefhebbers. De Formule 1 keert namelijk terug in Zandvoort en hoop ik dat mijn kanaal weer blijft groeien. Ons doel dit jaar, ja, 65 abonnees, maar het geeft niks alsof we dat niet raken. Ben je nu op dit kanaal? Abonneer dan gewoon op dit kanaal voor wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode. Voor de leuke Career Modes die spannend zijn. 50% racing, altijd leuk. Dat gaan we dus nu voortaan doen. En we gaan dus beginnen met de kwalificatie hier in Hongarije. Good afternoon race fans, and here we are again for qualifying at the Hungaroring. Who will have tuned the perfect setup for their car? We'll find out soon. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race. So I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before, though. We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. But if it were me in the car, I would want to be on the fastest tyre for my qualifying lap, without a doubt. Nou, we zijn inmiddels aanbeland op onze eigen auto voor de kwalificatie hier in Hongarije. Q1 is droog. Q2 en 3, dat wordt denk ik regen. Dus in Q1 moeten we erbij zitten. Oftewel bij de top 15. En dan zijn we gewoon safe door naar Q2. We zijn inmiddels uit de garage. En loopt daar goed af. Ik dan de bocht daar iets te wijd namelijk. DRS geopend. En dan kan de topsnelheid van deze Alfa Romeo zijn werk doen. Maar verwacht niks bijzonders hier. Ja, daar gaan we al, we schieten wijd. Onze auto is ook hier ook niet echt geschikt voor, want het is een Mickey Mouse baantje met veel bochten. En onze auto is gebouwd voor topsnelheid. Kijk maar. 3/10 verschil met Hamilton. Dat moet beter, want we zijn doorwezen naar P12, terwijl we de muur daar bijna raakten. We zijn dus doorwezen naar P12. Weber op 1, Kvyat naar 11. Dus er is een verschil met de beide Williams coureurs. Terwijl we deze bocht nu niet wijd nemen, waar we hier wel tijd verliezen. Een tiende. Want deze knik wat wijder nemen. En dan zorgen dat deze exit misschien goed is. Die is niet goed, want we zitten meer in de rood. Overstart finish. P8. Op 18e. So far. Fastest lap is a 1:17.8. Nou, wat Jeff dus zei, ze 1:17.8, terwijl we even aan boord waren bij Devin Butler. Q1 zit er alweer bijna op. P10 op dit moment. Wat goed is, voor Q1. Weer dicht langs die muur, maar dit keer raken we hem niet. We hebben hem trouwens ook nooit geraakt hier. Maar goed ook, want het is een heel irritant muurtje. In het groen, dat was het eventjes, en we zaten dus in het rood, terwijl we de auto verliezen. En Giovinazzi knalde er bijna op. Giovinazzi knalde er bijna op. Was dat Giovinazzi trouwens? Weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij was het Giovinazzi. Even kijken in de herhaling. Ja, het was Giovinazzi, ja. Giovinazzi, die moet hier een schrikmoment hebben. Zo de knetters, centimeters. Niet normaal dit. En we mogen van geluk spreken dat we nog net op tijd achteruit hebben gereden. Kijk eens hoe klein dat was. Want als wij niet achteruit reden, want Giovinazzi
er vol opgebotst. Dan was Jovi helaas weg, gone loose. Hoe je dat ook wel wil zeggen, Gasly laten we voorbij. Terwijl hij hier ons ook voorbij wil laten, maar dat wil ik niet. Nou, rij dan maar door, Gasly. We zitten in een inlap. Hij blokkeert ons daar wel. We laten hier extreem veel ruimte. Dat doen we ook even met een racing point. Dat is Perez volgens mij. Sorry, Magnussen met een Renault. Dan is dat die kaart niet zo heel goed. En ik zag daar een paars stipje. Een roze paars stipje. En ja, die tijd was dus niet goed genoeg. Dus we hebben alles opgespaard. En P14. Want er was niet genoeg tijd meer. Ja, er was genoeg tijd. Maar ik vond, laten we het er maar hierbij houden. P14 dus net door. Butler is ook door. En Q2 inmiddels. Het regent hier. Wat ons misschien een voordeel kan geven. Want onze baan in de regen is in topconditie. Kijk maar naar Oostenrijk. Daar reden het veld gewoon compleet weg. We nemen hier in deze bocht rustig aan. Niet te wijd. En hier een andere lijn nemen. Een kortere lijn nemen dan hier. Even kijken naar de buitenkant toe. Laten hem wijd uitlopen. Zodat we hier eerder op het gas kunnen. Die bocht namen we wat korter. Over de start-finish. Leclerc met een 1.30.6. En onszelf met een 1.30.5. Fantastic. Op dit moment de snelste tijd in Q2. Dus het zit er toch nog in. Het zit er toch nog in. De uitslag van Q2. We staan op P1 op 82.000ste met Leclerc. Dus, dit belooft nog wat. Dit belooft nog wat. En Leclerc heeft twee banden in Q2 gebruikt. Ik heb één band. Het is inmiddels harder gaan regenen hier in Hongarije. En de baan is dus natter en natter gaan worden. We zijn inmiddels over zijn finish heen gekomen, want de tijd loopt al lang. Een paar seconden al trouwens. En we moeten het hier rustig aan gaan doen. Oh, de bocht nemen we iets te wijd. Terwijl mijn stem daar even omhoog schoot. Die bocht namen wij dus iets te wijd. En dat gaat het resultaat opbrengen dat wij niet naar pole gaan. You're in the top 10. P4 op 16e van Lucas Weber. Zijn inmiddels bij de pitbox met nog 5 minuten te gaan. En ik heb besloten om een nieuwe set wet te pakken. En er eigenlijk voor gaan met die banaan, want dit is de allerbeslissende ronde. Maar je ziet het al, we zaten in het rood, we zitten nu in één keer in het groen. En dit belooft wat. 15e. Box voor Inters. Ook lekker laat, Jeff, terwijl we de auto hier verliezen. En we verliezen de auto. 10 minuten meer regen. Maar Jeff, dit was een late call. Ik zat er nog aan te twijfelen om intermediates te gaan halen. Maar ik heb het toch besloten. Jezus, kijk die banden ineens. Die temperaturen, niet normaal. Wat wou ik dus zeggen? Ja. Ik zat er nog aan te twijfelen om Intus te pakken. Maar Jeff heeft niks gezegd. Die heeft niet gezegd, oké, we adviseren Intus. Nee. Die heeft niks gezegd. En nu zegt hij in één keer, ja, we adviseren Intus. Jeff, boy, kom op. Dit vind ik niet fijn. Ja, die banden zijn ook helemaal kapot. Ik heb hier geen temperatuur meer in. En ik denk, alhoewel, ze beginnen wat af te dalen, maar niet zo snel als de droogweerbanden. Nog steeds 88 graden is die binnenband. Compleet warm. We zitten in het groen. En de resultaat van Q3 is volgens mij P6. P10. P10 zelfs. P10, zo de knetters. Ik dacht P6, maar doorwees naar P10. We're all ready for tomorrow's race, but iedereen op Indus. Let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Weber, Verstappen en Sebastian Vettel. With qualifying wraps. Dankjewel Jeff, je hebt deze verpest. We konden er gewoon dichterbij zitten. Sure to join us then. Maar nee, Jeff heeft niks gezegd over interview banden. Ach ja, vergeet het maar. Eerst interview met Claire. You won't be starting at the front of the pack. Are you worried? Ja, eigenlijk wel. Het is hier om strategie. Maar we moeten het gewoon goed ons best doen. Tell us about qualifying. Lucas was on top form today, wasn't he? Ja, klopt. Weber was extreem goed in deze natte condities. Had ik niet verwacht trouwens. Appreciate your time. Nou, de interview zit er al op. Kort maar krachtig.
De rivaliteit breakdown met Hülkenberg en Giovinazzi. We winnen ten opzichte van beide coureurs. De resultaten van de resource punten. Het zijn er wat aardig. De reputatie met de teams is wat gedaald door het interview. Bad luck in qualifying. That's not exactly ideal. Ja, sorry Emma, we gaan gewoon door naar de race en misschien kunnen we voor de overwinning strijden. We gaan het zien in de grote prijs van Hongarije. It's always wonderful to come back to the lively Hungaroring. A popular destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. The Hungaroring, it's like Monaco without the boats. 14 corners, 6 to the left and 8 to the right, and some very tricky corners to deal with. These rainy conditions out there aren't going to help either, so it's very likely we'll see a safety car or two during today's race. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. They come into this race with a healthy championship lead. I don't want to say the title race is over, but surely it's going to take something special or catastrophic to change the outcome at this point. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn one, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head. You can never discount one more sting in the tail. Nou, de grid voor de grote race van Hongarije. Lucas Weber dus op pole position en daarachter Max Verstappen. Vettel sluitte aan als derde en Bottas dus 4. Kwiat 5, Leclerc 6, Hamilton 7, Butler 8, Perez 9 en onszelf dus in de teleurstellende kwalificatie op plek 10. Gasly 11, Ricciardo 12, Grosjean 13, Jovi 14. Hulkenberg 15, Sainz 16, Raikkonen 17, Russell 18, Stroll 19 en Magnussen op de laatste plek op P20. Dat is dus de grid. We gaan nu gewoon door naar de start. Okay, the run into grid. Turn 1 is too long, so the pack will be bunched up. Take care. Nou, Jeff zei, nou, de bocht is dus niet ver weg. Ja, het regent hier, maar het is net niet nat genoeg voor de Inters. De race is lang, 52 minuten. Dus we gaan het zien. Soft en medium. Maar ik kan er ook voor wagen om soft, medium en dan de race uit te rijden op die medium banden. Dat kan ook. Ja, gewoon even kijken wat het beste is. Ja, ik moet sowieso op de softband starten. De projected race time die daalt dan ook. We gaan het gewoon zien wat onze strategie wordt. Laten we dus beginnen met de grote race van Hongarije. Career aflevering 34. De lampen zijn dus officieel aan. En we zijn onderweg. En het is een goede start. Een hele goede start van Perez. Die er gelijk Butler naast zich heeft. Maar Hamilton is ook niet goed lekker weg. Gasly heeft ons te pakken. En we kunnen hier wat later inremmen dan Perez en Gasly. Ze laten ons leven. Ja, Perez laat ons leven. En P9. Nou, één plekje gewonnen bij de start. Nu nog zoveel te gaan. En dan kunnen we misschien de race winnen. Je weet het maar nooit. Butler zit er ook al aan te komen. Het is heel erg krap met de Brit. Die plek hebben we wel veroverd. Ellebogenwerk en we zijn er doorheen. De volgende is Lewis Hamilton op plek 7. Dus drie plekken gewonnen bij de start. Dat is goed. Moet je misschien een andere lijn nemen dan Lewis Hamilton? Nee, lukt niet. We glijden wel een klein beetje weg door de regen. En het is hier wat trager aan het worden, omdat iedereen moet remmen deze bochten. Hamilton, nee, verdedigt die plek goed. Wij moesten daar even op de rem, anders raakten hem en hadden we voorvleugel schade. En Hamilton rijdt hier weer langzaam. Beter uit te pakken? Nee, we reden er wel een klein beetje op het gras. Daardoor verloren de auto bijna. Ik had een overstuur moment. En daar zitten misschien dan een andere lijn. Nemen dan Lewis. Ja hoor, betere exit. Leven met dezelfde raceronde.
Maar die Mercedes-motor is snel. Die Mercedes-motor is snel. Laat inremmen bij de Brit. Blokkerende banden. Maar die plek is wel verhoogd met wat ellebogenwerk. Alhoewel Hamilton kan terugkomen. Ja hoor, Hamilton komt terug. Maar we vangen nu toch op de exit. Ronde nummer 2 inmiddels. Leclerc is de volgende. Ronde nummer 3. De regen is hier nog steeds, maar DRS is wel enabled. Daar vallen we Charles Leclerc aan een divebom. We raken net niet Valtteri Bottas. Een divebom dus. Het is geslaagd. Mooi dus. P6. De volgende is dus Valtteri Bottas. We vinken ze gewoon allemaal af. En gaan dus door naar Lucas Weber. Die inmiddels de leiding volgens mij heeft veroverd. Of het is Danny Kvyat. Het is volgens mij Lucas Weber. Groen is sector 1. 3 tiende sneller. De baan is al aan het opdrogen. Power from the engine is going to be down slightly. We hebben een engine problem, want de power gaat verminderen, terwijl we wel de snelheid moeten zetten. Maar Leclerc pakt hem gelijk af met een 4000ste verschil. Hier niet valt die Bottas. Dus, we hebben een engine problem. Die wordt in Francorchamps wordt die vervangen. Oftewel de volgende wedstrijd in België. Dus we moeten dit gewoon uitzien te rijden. We gaan gewoon stampen met dat hok, zoals Olaf Mol dat altijd zegt. Trappen met dat hok. Hoe je het ook mag, mag noemen, of dingen. Groen in sector 1. Bottas rijdt langzaam. Hier misschien een andere lijn nemen dan de Finn. En dan hier proberen? Nee. We kunnen het hier wel proberen. Maar er is het te krap en te smal. Terwijl Kvyat volgens mij daar de boel ophoudt. Of is dat Weber? Het is Kvyat. Oh, dan heeft hij zich wel heel snel naar voren gewerkt, terwijl we daar een moment overstuur hebben en we verliezen de auto bijna. En daardoor zit Charles Leclerc in één op onze staart en heeft Bottas een gaatje van 18e. Track limits, waarschuwing, geen probleem. Maar we mochten daar wel even onze handen dicht knijpen. Want ik dacht even dat ik de auto verloren had. Oh, Hülkenberg, out of the race. Hülkenberg. En weer een virtual safety car door Nico Hülkenberg. Hoeveel pech kan mijn teamgenoot hebben? Nu, dit is de derde achtereenvolgende keer dat hij uitvalt met een technisch probleem. En ik kan je nu alvast zeggen, Alfa Romeo wordt geen constructeurkampioen. Met Hülkenberg niet. Delta is dus te laag. Maar met Nico Hülkenberg gaan wij het niet redden. Dus we moeten op zoek naar een andere tweede rijder. Dus Alfa Romeo, ga op zoek naar iemand die wel goed kan rijden, want Nico Hülkenberg is het in ieder geval niet. Ga anders gewoon voor Valtteri Bottas. Dat kan ook. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ronde nummer 6, al vroeg een virtual safety car. Ik heb hier wel even purse en fuel kunnen besparen. Terwijl het nu wachten is op groen. En we zitten te kijken bij Valtteri Bottas. Het is groen en we kunnen weer onderweg. En DRS openen. Valtteri Bottas heeft liggen slapen. Want hier kunnen we al gelijk misschien een aantal wagen Bottas verdedigen op de binnenkant. Naar de buitenkant. Doei Valtteri. We pakken hem hier weer op de exit. Valtteri heeft liggen slapen en P5. Nu door naar Sebastian Vettel. Kvyat rijdt voor Verstappen en die houdt hier de boel een beetje op, waardoor Lucas Weber weg kan rijden. Tactiek van Williams. Maar we komen binnen. Voor onze laatste stop, denk ik. De rest gaat nog naar soft en wij gaan naar medium. Complete 2.2. Oké, stop. We komen terug op plek 10. Voor Vettel, achter Hamilton. Oké. En Hamilton is naar de stop. Wij zijn dus volgens mij als enige in de top 10 op de mediumband. De rest is volgens mij nog allemaal op de soft. Maar we gaan dus in 1 stoppen doen. Dus, we moeten dit. Weet niet. 28, 27, 2800 volhouden op deze minimum. Dat kan niet gerust hoor. Dat kan niet gerust. Dus, dit wordt een leuke wedstrijd. Want stel dat Weber die moet nog een keer stoppen, dan heeft hij best van banden. En inmiddels aanbeland bij
die restzone. Mag ons even hoog houden. Daarom kunnen wij hier aansluiten bij Sebastian Vettel, terwijl Fiat een 1.21.8 de snelsregel zet. En Verstappen moet gaan verdedigen ten opzichte van Vettel. Bottas recovered en Verstappen blokkeert zijn banden. En hier slaan wij gelijk toe bij Sebastian Vettel. Dankjewel Verstappen, hij heeft ons geholpen. Sainz met de 1.21.6. Maar we hebben Bottas recovered. Super. Door naar Verstappen voor plek 3. En dat is weer een podiumplekje. En dan kunnen we doorrijden naar Danny Fiat. Page sector 1, de snelste tot nu toe. Extreem goed. Gat naar Verstappen is 2/10. Gat naar Vettel was volgens mij 1/10. Weet ik niet zeker. Oh, zit er wel een klein beetje wijd. Wat ons problemen gaat opleveren bij de exit. Want Verstappen rijdt al wat weg. Hier in de DRS-zone. Paars, rood, rood. En Verstappen heeft ook Fiat voor zich. En die blokkeert gewoon Verstappen. En dan kunnen we hier een beetje beter exit pakken dan de Nederlander. Maar dat lukt niet, want we hadden hem met overstuur. Dus die aanval mag dus in de prullenbak. Wacht, blokkeren. En Fiat rijdt hier wel langzaam. Die rijdt op de medium band volgens mij. Danny Fiat rijdt op de medium. Net als ons. Dus hij gaat voor een 2 stoppen of voor een 1 stoppen. We besparen wat. Ik kan hier niet echt een aanval maken. De gearbox is wat beschadigd. We moeten de gears wat op een minimum zien te krijgen. Dus niet te snel omhoog willen. En wat ik dus goed doe is even fuel en eerst te varen. Zodat we dadelijk op het lange rechte stuk na bocht 1 een aanval kunnen doen naar Verstappen. Daar zit Kwiat aan de buitenkant, want Verstappen die is erin geslaagd om de rust te passeren. Maar Verstappen heeft daardoor een niet zo'n lekker exit. Hier aan de binnenkant proberen. Oh, ik heb mijn DRS niet eens openstaan. Oh ja, dan kan het er ook bij. Hier Kwiat proberen aan de binnenkant te zetten. En Verstappen kan hier ook gelijk profiteren, maar we hebben Kwiat geraakt. Het was wel een beetje dom. Ik had de DRS dus niet aanstaan en wat ik er niet eens in de gaten had. Nou, kan mij een keer overkomen, gebeurt niet zoveel. Weber is de volgende. Hij rijdt op de softband en is heel ver weg. Fiat is op de medium. En zo te zien heeft Weber de wedstrijd in handen. Want dat gat is enorm. Onder nummer 18, Weber is inmiddels gestopt voor zijn tweede pitstop. Samen met Verstappen. En die gaat volgens mij naar de softband. Sorry, de mediumband. Die gaat naar de mediumband. Die is naar de mediumband gegaan. En nu hebben we Danny Fiat achter ons. Maar dat gat is ook groter geworden. Ik bespaar hier dus wel wat uurs. En zodat we dadelijk op het lange stuk misschien weer wat snelheid in kunnen halen. Die we hier in de tijd verliezen. Snelheid en tijd dus. Ronde nummer 18. Gaat hier nog aan. Daar zit Weber inmiddels in onze DRS-zone, heeft Fiat en Vettel voorbij gegaan. Het is daar wel geel. Het is daar geel. En dat is weer een Mercedes. Ja, Valtteri Bottas is dus weg. Is helaas uitgevallen, terwijl Weber hier nog wel op onze staart zit. Ronde nummer 24. Het gaat hard. Nog 11 ronden te gaan. Vettel naar 3. Houden onszelf nog steeds aan de leiding. Het gat naar Weber is 2/10. En Vettel kan er sowieso denk ik niet meer halen, want het gat is enorm groot. Maar ik denk dat Weber op een langere stuk dadelijk misschien een aanval kan wagen. Ik bespaar hier wat uurs. Oh, hij zit wel een klein beetje wijd, maar hij kan hier niet aanvallen. De baan is hier extreem smal. Terwijl Monaco is eigenlijk smaller, dus extreem is daar ook weer niet het goede woord. Geen track limits waarschuwing, interessant. Het is daar nog wel geel, dus Weber kan hier niet aanvallen. Mag hier ook niet aanvallen. En dat heeft misschien een voordeel voor ons. Bottas auto is nog niet weggesleept. En ik hoor dat Weber steeds een tandje terug moet schroeven bij de versnelling. Waar hij 3 normaal gesproken gaat, doet hij nu eens een 2. Dus het komt door mij. Ik hou de boel erop en nog 10 ronden te gaan. Daar komt Weber inmiddels voor een aanval. Blokkeren wij, want dat mag gewoon. Nog steeds de leiding veroverd. En Weber zit denk ik nu tandenknarsend achter zijn helm. Verdedig hier de binnenkant. Weber rijdt daar wel naar de buitenkant, maar we laten hem hier bij te lopen. En Vettel rijdt ook niet echt naar ons toe.
ronde nummer 25. Rood in sector 1, dat boeit niet. 2/10 naar Weber. God, is 2/10 dus. Vettel naar medium. Je hebt een tweede stoppen dan gemaakt. Soft, soft, medium. Nou, ik snap nog niet waarom Jeff ons adviseert om soft, medium, soft. Want ik heb gewoon soft, medium gedaan. En je ziet het resultaat. We rijden gewoon aan de leiding met Weber gewoon in onze staart. Weber heeft die aanval afgeslagen, want het gat is in één keer 2.8. Geeft Weber het op? Ik hoop het niet. Maar kan het zijn dat Leclerc nog kan aanvallen hoor. Want die is Vettel voorbij gegaan. Die is Vettel voorbij gegaan. En ook Verstappen. Met nog 600 te gaan in deze wedstrijd. 18e langzamer dan onze beste lap. Gat naar Weber is inmiddels 2 seconden. Ik denk dat de Duitser het opgeeft. Hij is gewoon denk ik blij met zijn tweede plek. Dan moet hij ook gewoon zo houden. Want is het wel makkelijk voor ons. Zo winnen wij het kampioenschap denk ik nog voor de seizoensfinale. In Abu Dhabi voor seizoen 2. Dus laten we hopen dat dit zo blijft. En dat we lekker rustig aan kunnen doen in de komende resterende races van de tweede seizoenshelft. En dan is het kampioenschap gewoon binnen. 3.1 inmiddels naar Lucas Weber. Maar vergeet Charles Leclerc ook niet hoor. Hij kan er ook wel van. God, daar is 7.2. Nou, die zie ik niet echt naar ons toe rijden. Dus lekker op besparingmodus staan. Ik zie wel dat er een groen lampje daar is. Dat is bij de leading the championship. Dat is dat de pit crew mij dus adviseert om naar binnen te gaan. Maar dat doen we dus niet. Met nog 5 ronden. Ben je gek joh. Nog een pitstop maken. Dat doen we dus niet. Leclerc is inmiddels Weber voorbij. Fiat is inmiddels ook Weber voorbij. Hij heeft dus een probleem. De laatste ronde loopt inmiddels. En het is wat donkerder gaan worden. Oh, wat op het gas. We moeten nu het koeltjes aan gaan doen. Terwijl Charles Leclerc wel naar ons toe rijdt. De banden zijn eraan, 66%. This is your final lap of the race. Heavy rain arriving regen. In over 10 minutes. Dry, regen. Seem like the best tire for heavy now. Rain. Dit kan nog spannend worden met Leclerc op 3.5. Dit kan nog spannend worden. Want het begint in één keer hard en daar hebben we al moeite om te remmen. En Leclerc komt dichterbij. Nu nog geen gevaar. Oh, te veel en een momentje. En Leclerc ziet in één keer de overwinning dichterbij komen. 1.3 inmiddels. Het gaat hard met de tijden van Leclerc en mijzelf. Dan deze bocht nog rustig aandoen. En volgens mij hebben we het dan toch nog weten te halen. Van P10 naar P1. Wij willen dus de grote prijs van Hongarije. En we zetten weer een stap dichter bij de titel. Geweldig resultaat hier in Hongarije. En dus ook voor het team voor Alfa Romeo. So Alfa Romeo have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. So here they come now, out onto the podium. It's thrilling to see this team go toe-to-toe with the best teams in the sport and come out on top. What a superb victory from the Alfa Romeo team. And
Now let's take a look de uitslag van de grote prijs. Wij willen dus de race vanaf plek 10. Leclerc 2 en 2,19 de verschil. We krijgen driver of the day van Anthony Davidson. Danny Field naar 5. Dus de top 3 die dus hier was gestart op de startopstelling is niet op het podium geëindigd. Bizar, bizar, bizar. 12 punten verschil met Mercedes. Die kunnen we misschien nog inhalen in België. Wie weet. We zullen het zien, maar 92 punten is enorm groot. We kunnen er nu kalmpjes aan gaan doen. En dan is het kampioenschap gewoon binnen. Hulkenberg pakt dus geen punten. Giovinazzi wel. En Verstappen is omhoog geklommen in de top 5. Nou, top. We gaan dus gewoon door naar de interview met Claire. Good day today. Let's have your take on it. It doesn't get much better than a win at this track, does it? Het voelt eigenlijk hartstikke goed. Ja, ik kon eigenlijk niet voorloven dat we dus vanaf plek 10 naar P1 zouden gaan. You performed better than last weekend. What changed? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, want in Duitsland kwamen we ook vanaf plek 12 of plek 13 en daar zaten we gewoon naar het podium. You were cutting your way through the field during the race. Ja, dat moest ook wel, want anders wilden we de race niet. Logica. You're breaking all expectations. What's your secret? Ja, het gaat gewoon om de beste team, de beste auto. En daarmee kan ik dus lekker mee werken. Appreciate your time. Nou, dankjewel Claire. Dan is gewoon verder met de datacenter. Resultaten, rivaliteit. We winnen ten opzichte van Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Antonio Giovinazzi. De punten voor de R&D-boom zijn er wel veel. Team Gold is dus behaald. Hoppata! 1518 overall. Team Gold behaald. Reputatie is weer gestegen met onze team en de rest van het veld. Spooky en Sportsmanship, Veteran en Sportsmanship. De resultaten van de contracten staan dus klaar. Hier zie je dus onderhandelingen. En ik ga gewoon lekker 9e, 8e ongeveer in die richting. Want je weet nooit met de kwalificatie. Ik vind dit gewoon goed. We kunnen ook iets met de team goal doen. Upgrade. Ik wil wel even alle upgrades. En we gaan gewoon het voorstellen, het contract aan Emma. Even nog alles nakontroleren. Alles is goed. Ja, ik vind dit wel mooi. Nou, weet je wat? Contract gaan we gewoon tekenen. Okay, ja, mooi. Contract is getekend. It seems all dit was dus de video, mensen. So ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En ben je hier nu op dit kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2019 Career Mode? Voor leuke Career Modes die altijd lekker spannend zijn, de 50% races. Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan op moet worden, of als je deze video leuk vond, zeg dan hey, leuke video. Ik heb echt genoten van de strijd met de Claire of zoiets. Volg me even op de social media, Instagram, Twitter en Facebook. Links staan in de beschrijving. Ja, en dan zou ik zeggen, een fijne dag verder en tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Screen Mode. Dan gaan we verder in België. Welcome.